ze gaan de tunnel door en tegen het verkeer in en zo. En dat zijn dan de acteurs. Want op een scooter zie je gewoon de acteurs zitten. Als jij een achtervolging doet met een auto, dan kan je een stuntman nog wel camoufleren met reflectie. Dus ik wist dat de acteurs gewoon 80% zelf moesten zijn. Maar ja, ik wist niet of ze wel goed waren met scooters. En ze gingen trainen en ze waren reten goed. 180 graden slippen en nou, ze deden alles, werd al heel goed gecoördineerd. Maar die 180 graden slip vond ik dus heel erg interessant. En dat wilde ik ook in de film. Uiteindelijk ging Haas ging dan repeteren Mamoen. En de scooter was opgevoerd en hij had zo'n enorme pizzabox achter. En hij maakte een slip en hij deed niet 180 graden, het was 360 graden. En dat ding vloog door de lucht en het landde zo op zijn voeten. Even stil. Dus hij was uitgeschakeld, echt de ambulance erbij. Ik denk, nou, echt, dag Mamoen. Gelukkig was het alleen maar gekneusd en hebben we wat kleinere scènes met hem gedaan. En uiteindelijk sprong hij wel de scooter op en is hij weer helemaal voor gegaan. Maar dat was wel even heel heftig.